Dat begon bij kleine dingen. Uh, ik heb altijd veel gefietst, minder kunnen fietsen. Uh, moeite met het huis houden. Kort van adem worden bij inspanning. Als we gingen gaan wandelen, zo ver niet meer kunnen, en op een dag gingen we naar de zee de duinen op met de kinderen. Ze moest uh, één duin omhoog, en dat lukte haar niet. Ze moest blijven staan, ze had ademtekort, haar lippen waren blauw, de nagels waren blauw. Ze stond naar adem te snakken. Niks lukte nog. Ik moest de wagen gaan halen, want ze kon geen, geen meter meer verder. En dan heb ik beseft van, er is iets mis bij mij. Ik ben een specialist geweest in Torhout. En uh, mijn hart was vergroot. En die zei, uh, u moet meer inspanningen doen en een beetje vermageren en al uw klachten gaan overhouden. Dus wat deden we? Meer fietsen, meer wandelen, maar toch ging dat niet. En zijn we op vakantie geweest of met de kinderen gaan wandelen in de sneeuw daar danne? En ik, opeens kon ik niet meer vooruit. Ik stond daar, paf. En we zijn tussendoor naar Laijeve gezegd. Nu kan dat toch niet meer zijn. Dat is toch niet normaal dat hij, jij, aan nieuwe leeftijd dat allemaal niet kan. Een andere afspraak gemaakt bij een ander dokter. En na nou, een hele race onderzoeken heeft hij tot de conclusie gekomen dat ik pulmonale hypertensie had. Ja, over vier, vier jaar en een half, vijf jaar, ik weet het niet meer zojuist. Toen voelde ik mij niet goed. En uh, hier in Hasselt hebben ze... Veel onderzoeken gedaan en ze wisten eigenlijk niet echt wat ik had. Dan ben ik naar Leuven gegaan en daar hebben ze dus bij onderzocht en uh, gevonden dat ik pulmonale hypertensie had. Ze hebben ontdekt dat mijn uh, ene long verhard is en uh, dat daardoor mijn rechterkamer van mijn hart vergroot is. En dan heb ik het moeilijk met ademen en met. Ja, bezig zijn, wat ik graag deed, en dat nu niet meer zo goed kan. We waren net bezig met verbouwingen met ons huis. En ik wou er eigenlijk wel veel zelf aan doen, maar dat werd altijd moeilijker en moeilijker. Um, werd ik heel kortademig. Um, en dan ja, ben ik naar de huisarts gestapt. En die dacht eerst aan een, een hartprobleem. Die heeft me dan naar een hartspecialist gestuurd. Maar daar bleek eigenlijk niks van aan de hand te zijn. Uh, en dan uiteindelijk heeft mijn huisdokter me dan naar een pneumoloog gestuurd hier in het Gentse. Uh, En na eigenlijk heel lang zoeken, en toch wel wat geluk gehad hebben, uh, is dat dan uiteindelijk is die diagnose gesteld van pulmonale hypertensie. De eerste keer dat ik echt last had van pulmonale hypertensie, was eigenlijk als ik terugkwam van vakantie op de eerste basketraining, dan heb ik uh, maar 15 minuten, 20 minuten kunnen trainen en had ik uh, zuurstoftekort. En dan zijn ze zo, met, via de huisarts en mijn immuniteitsproblemen, ga ik al naar Leuven en zo zijn we daar verder onderzoeken gedaan. En na een aantal maanden hebben ze dan eigenlijk ontdekt wat dat dan juist was. Eerst was verwacht van een virale infectie op de luchtwegen, maar dat bleef dan duren en dan zijn ze zo uiteindelijk uitgekomen op een pulmonale hypertensie. Het probleem zit hem eigenlijk dat ik uh, bij inspanningen te weinig zuurstof in mijn longen krijg. Dus uh, bloed transporteert te weinig zuurstof. En de rechteronderkant van mijn hart werkt niet meer. Dus de, die klep staat eigenlijk stil. En daardoor is er een tekort aan zuurstoftransport, waardoor ik bij inspanningen in ademnood kom. Uh, Rou moest alleen gaan bij de specialist. Ik mocht niet mee. Ik moest alleen gaan. Ik kwam bij hem en hij zegt: kon hij zitten met een hele ernstige. Longziekte, pulmonale hypertensie. Hij zei dat het een, een overdruk was in de longen en dat er op dit moment geen enkele medicatie beschikbaar was om pulmonale hypertensie te genezen. Hij sprak dan ook van long- of harttransplantaties of long- en harttransplantaties. Ik vroeg hem dan: wat zijn de overlevingskansen daarvan? En hij heeft gezegd: Ik heb iemand gekend van 14 jaar. En die is allang overleden. Dat was een hele slag. En dat was dan ook het probleem dat ik het moest uitleggen aan Connie. Zij voelde dat er iets was. En ik heb haar op een middag bij haar gezeten op, uh, op het bed. En ik heb het daar uitgelegd. En ik denk dat dat wel een van de. Moeilijkste momenten was de moeilijkste twintig momenten uit mijn leven. In de eerste plaats was ik eigenlijk gerustgesteld. Um, ze hadden er eigenlijk wel lang moeten naar zoeken en dat is ook wel stresserend. Uh, het is dit niet? Het is dat niet? Wat blijft er dan uiteindelijk nog nog over? En de naam pulmonale hypertensie vond ik eigenlijk wel. Niet zo slecht klinkend nog, dat leek me niet zo ernstig. Uh, dat bleek dan achteraf wel fout te zijn. Uh, maar in eerste reactie was ik wel gerustgesteld. Ja. Ik heb enorm goed geluisterd naar de dokter toen dat hij al die uitleg gaf. En die gaf heel veel hoop uh, naar het stabiliseren van de ziekte, omdat er al veel medicatie bestond. Die legden ook uit in welke richting dat, dat mogelijk kon gaan. Die uh, vertelden ook over professor Delcois, die een heel deskundige persoon is op het vlak van die ziekte. Dus dat was wel geruststellend. Maar hij sprak bijvoorbeeld ook uit dat we geen plannen meer hoeven te maken voor uh, verder dan tien jaar. En op dat moment dan schrik je daar wel van. Uh, dat zijn zaken die een paar keer naklinken in je hoofd. Ja, dat is heel zwaar geweest voor mij om. Ik was ook al niet opgezegeld bij mijn gezondheid. En daardoor kwam er wel meer werk te doen en zo. En ik wou toch haar ontzien, omdat zij het nog moeilijk had. Bij haar moeder ook, die ze goed verzorgde en alles. En dat werd toch zwaar. Ja, mijn eerste reactie was wel uh, vrij hevig, omdat. Ik ben heel intensief bezig met, met sport en basket in het bijzonder. En dat was wel een zware klap voor mij. Zeker die eerste zes maanden tot een jaar heb ik daar toch wel heel hard van afgezien. Mijn eerste reactie was wel dat ik blij was dat hetgene dat ik had een naam kreeg. En dat ik geloofd werd dat er iets was. Het was al jaren dat ik zei: er is heel iets met mij, maar ik kan er geen naam op plakken. En ik kreeg eindelijk een naam. Maar toch was ik bang dat ik mijn kinderen niet ging vergroot worden. En dat was mijn grootste zorg, mijn kinderen. We zijn altijd correct geweest naar de kinderen in het vertellen daarover. Maar we hebben ook nooit te veel verteld. We hebben ze nooit ongerust willen maken, omdat... Uh ze moeten kind kunnen zijn net als een ander en met geen zorgen rondlopen die eigenlijk voor volwassenen bedoeld zijn. Maar wegsteken dat ik ziek was, hebben we ook niet gedaan. Dus zij, wisten wel, of zij weten wel dat ik ziek ben, dat ik pulmonale hypertensie heb en dat dat een ernstige ziekte is, waarvoor dat er veel medicatie nodig is, veel onderzoeken, uh, dat dat af en toe ook wel veel last geeft. Dat merken zij ook wel. Dat een In het begin was het eigenlijk ook vooral uh, heel moeilijk voor mij om het te aanvaarden. En uh, ik had er eigenlijk ook geen besef van, van wat er eigenlijk met mij kon gebeuren indien ik toch zou sporten. En uh, ook al had ik dan na een kwartier, twintig minuten uh, eigenlijk ademnood, dan dacht ik van bij ons is ook een veteranenclub. Ik ga met die ploeg eens gaan meetrainen en dan proberen om, dat, om daar dan mee te gaan. Dat, dat, dat moet toch wel lukken. Maar dan is hem uh, flauw gevallen tegen een muur en dat was eigenlijk niet zo'n goede afloop. En achteraf heeft hij dat nooit meer geprobeerd. En heeft hij dan denk ik ook een beetje gezegd van ik ga dat nooit meer doen. Ik, ik weet wat ik kan en wat ik niet kan en ik ga het erbij houden. Maar dan is er uh, een coachingjob vrijgekomen via een kameraad van mij eigenlijk. Dat al coach was en dat gevraagd had voor een ploeg over te nemen. En zo ben ik toch nog altijd met basket bezig en met sport bezig. Ik was nogal redelijk actief. Ik werkte graag. Ik zorgde graag voor mijn moeder. En ja, dat ging allemaal minder. Ik deed huishouden en, en poetsen. En ik deed allemaal heel graag. En dan ook buiten in de tuin werken. Dat was echt mijn hobby. En uh, fietsen en wandelen en zo. Maar uh, het ging niet meer zo goed. Want ik was met een kleinzoon. Wilde ik ook even fietsen, maar ik was kort van adem en ik had het koud. Ik heb het gauw kou en dat viel ook weer wat tegen. Het valt altijd allemaal niet mee, maar we moeten het toch moed houden en het maar verder doen zoals het gaat. Een beetje minder. Niet te actief zijn, want dat voelt je, dat gaat ook niet meer. Die ziekte heeft eigenlijk ontzettend veel invloed. Op het gewone familiale leven, ook op het sociale leven. Je uh, kan veel minder doen. Nee, je moet veel meer beroep doen op andere mensen. En dat is belastend voor die andere mensen. Het is ook vervelend voor mij van altijd beroep te moeten doen op, op anderen. Veel huiselijke taken kan ik gewoon niet meer. Uh, en dan, dan val ik terug op Katty. Op dit moment was er één medicatie op de markt die pulmonale hypertensie kon behandelen. Niet genezen, maar de levenskwaliteit van patiënten kon verbeteren. Maar die medicatie moest toegediend worden met een pomp. Een pomp waar dat ik altijd bij me heb, dag en nacht. En daarin zit de vloeistof. Die via een katheter hier boven mijn borst binnen En dat mag nooit onderbroken worden. Dat is 24 uur op 24, dag en nacht. Die medicatie moet ik zelf aanmaken. En dus wordt ik word zelf bijgevuld in de pomp. Ik neem ook nog een ander vaatverwijder bij, een, pelkje, een Een waterafdrijver. En een bloedverdunner. Momenteel bestaat mijn behandeling uit het nemen van uh, dagelijks een bloedverdunner en uh, een pilletje om mijn toestand te stabiliseren, eigenlijk, zodat het niet slechter wordt. Indien ik die medicijnen gewoon blijf nemen, dan zou mijn toestand niet mogen verslechteren normaal gezien. Maar uh, als ik daarmee zou stoppen, ofzo, dan zou het natuurlijk wel verslechteren, omdat dan heb ik geen weerstand meer tegen, tegen die ziekte. Eigenlijk. Dus die pilletjes en die medicatie zorgen er eigenlijk voor voor de weerstand tegen de ziekte. Uh, van medicatie neem ik een 24-tal per dag, ongeveer de helft s morgens en ongeveer de helft s avonds. Uh, een groot deel daarvan zijn bloeddrukverlagers, zowel gewone bloeddrukverlagers in uh, hoge dosissen als specifieke bloeddrukverlagers dan om de druk in de longen naar beneden te krijgen. Dat is ook medicatie die alleen daar in Leuven kan verkregen worden en alleen door professor Delcois wordt voorgeschreven. Daarnaast bloedverdunners. Moet ik ook nemen. Uh, waterafdrijver om geen opstapeling van, van vocht te krijgen in het lichaam. Uh, Slaappilletjes. Dat moet ik ook wel nemen. Uh, sinds een jaar heb ik nu zo een klein pompje, uh, dat ook 24 uur op 24 medicatie inspuit uh, in mijn buik. En ongeveer één keer per week uh, moet ik dan. De, de prikplaats veranderen, dus een keer de linkerkant van de buik, een keer de rechterkant van de buik. Ik moet medicatie nemen. S'morgens voor mijn eten een pulkje voor mijn slokdarm. En bij het eten neem ik vochtafdrijvende pulkjes en de studiepil. In de voormiddag moet ik een pulje nemen voor de bloedvaten en de goede bloedstuurstroming. Smiddags neem ik een pulletje voor mijn jeer. En in de namiddag moet ik nog eens een pulletje nemen voor de bloedvaten en de bloedsturstroming. En 's avonds moet ik bloedverdunner nemen. En dan, voordat ik slapen ga, nog een pulletje voor de bloedvaten en de goede bloedsturstroming. Dat is het zo'n beetje. En ik denk wel dat hem. Hij mee helpen is. Als Connie vier jaar uh, die pulmonale hypertensie had, kwam professor Delcroix naar me toe met de vraag, Roland, u zou de geschikte man zijn om een patiëntenvereniging op te richten? We hebben daar heel lang over nagedacht, omdat we dachten van, boh, wie zijn wij, hele gewone mensen die gewoon van. In het verenigingsleven te, te zitten, maar we hebben ons toch laten overtuigen. En sinds zes jaar vormen we maar nog enkele pulmonale hypertensiepatiënten een hele sterke groep. Ik uh, ben gevraagd door uh, professor Decroix en door Roland, dus de vicevoorzitter van de vereniging om uh, een zekere node in te vullen voor uh, de patiënten. Er was toen ook geen pulmonale hypertensie patiëntenvereniging en er waren toch wel zekere noden onder de patiënten. Uh, de tijd die de professor vrij kon maken voor de patiënten was zeer karig, zeer klein en er was nood aan meer informatie dan dat alleen en, en op een betere manier en op een eenvoudige manier uitgelegd, want het is niet altijd duidelijk wat ze wil zeggen en toch zeker niet op een korte de korte tijdspannen van een, een raadpleging. We proberen de mensen zoveel mogelijk naar buiten te krijgen en hun schrik, van hun schrik af te helpen. Want iedereen denkt van, zie ze daar lopen? Er scheelt dat toch niks mee? Er is niks te zien dan iemand pulmonale hypertensie heeft. Het zit allemaal van binnen. Van buiten is het moeilijk te zien. Het zit wel een beetje rood. Hij zit kort van adem, maar dat is niet te zien. De initiatieven van de patiëntenvereniging zijn in feite meest gericht, zoals het woord zegt, patiëntenvereniging naar de patiënten toe. Wat is nu de bedoeling daarvan? In het begin was het zeker de bedoeling om pulmonale hypertensie te sensibiliseren. Omdat pulmonale hypertensie bijna niet gekend is. Dat was een, een van onze eerste doelstellingen van de patiëntenvereniging. De tweede doelstelling was naar de overheid toe laten weten dat er een patiëntenvereniging was om ook van langs de kant van de overheid steun te krijgen om onze patiëntenvereniging goed te laten werken. Maar vooral de patiënten te samen te brengen op patiëntendagen waarop ze elkaar kunnen spreken, waarop ze elkaar kunnen, of elkaar kunnen hun problemen uitleggen waarop er kan geluisterd worden naar elkaar, waarop er kunnen uh, nieuwe ontwikkelingen in of op het gebied van pulmonale hypertensie kunnen gegeven worden. Dat is in feite de grootste doelstelling. De patiënten uh, voorbereiden of uh, uitleg geven of, of luisteren, uh, zodanig dat ze kunnen uh, hun ziekte beter verwerken. De bedoeling is... Uh patiënten dus eigenlijk in te lichten op een menselijke manier, op een duidelijke manier, uh, wat dat zij hebben en hoe dat zij uh, in de toekomst verder kunnen uh, evolueren. Wat wij als patiëntenvereniging doen, is uh, de informatie die wordt verstrekt tijdens een raadpleging duidelijker naar voren te brengen en uh, ook eens met lotgenoten uh, in contact te komen, omdat we van elkaar toch veel kunnen leren en toch veel uh, veel meer, veel meer kennis opdoen als we met elkaar eens kunnen praten. Dat is een van de hoofddoelen van, uh, van de patiëntenvereniging. Nadat ik uh, vrij lang van huis weg ben, moet ik altijd mijn reservepomp en alle materiaal bij hebben. Uh, en met een kleine pompje kan ik het wel een paar uur uithouden. Zonder, uh, als dat pompje stilvalt, um, maar langer dan dat toch ook niet. Hoor. Dus het, het moet er wel altijd zijn en 24 uur op 24 ingespoten worden. Dat wil ook zeggen dat, als je, dat je op het toilet zit met dat pompje en dat je onder de douche gaat met dat pompje. Um, ja, alles, de, de meest kleine dingen hangen altijd aan je leven. Bij die eerste pomp had ik maar 20 minuten de tijd om zoiets te doen. Um, maar van alles hebben we, uh, hebben we wel een backup. Dus ik heb twee pompjes. Ik heb materiaal om een aantal keren te herprikken. Uh, je moet alleen zien dat het gebeurt. En als de alarm afgaat, dat ik binnen een relatief korte tijd uh, herprik. Dat is zeker niet gemakkelijk, die pomp. Heb de 24 op 24 uur bij u. Dag en nacht, altijd kan niet zonder. De behandeling is ook duur, maar het bijzonder solidariteitsfonds betaalt gelukkig al de medicatie terug. Maar er zijn nog andere onkosten. Spuiten kosten geld. Moet, moet, de medicatie moet sterilaan gemaakt worden. Dus de spuiten kosten geld, de naalden, de ontsmetting, nog zo van die zaken. Het grootste deel van de medicatie dat ik krijg, uh, de medicatie die specifiek voor pulmonale hypertensie is, dus dat zijn een aantal pilletjes plus uh, zowel de pomp als het product dat door die pomp gaat. Uh, dat is medicatie die ontzettend veel geld kost. Dat gaat over miljoenen per jaar. Uh, ja, niemand kan dat betalen en die kosten neemt de universiteit uh, of neemt het ziekenhuis uh, op zijn rekening. De gewone medicatie, dus de, de gewone bloeddrukverlagers, eh, bloedverdunners, de pijnstillers en zo, die, eh, die moeten we zelf betalen. Op een maand komt dat toch op een, een 200 euro toch ook, voor de gewone medicatie. Maar we zijn al lang blij dat de, de andere medicatie betaald wordt, want anders kan je daar gewoon niet aan beginnen. Ik was dus heel actief, zoals ik al gezegd heb, met, met sport bezig. En de eerste paar maanden eigenlijk, toen dat probleem nog, nog niet echt gesitueerd was wat dat juist was, ben ik uh, in een zwart gat gevallen van niks doen eigenlijk. En dat is totaal niks voor mij. En daarom heb ik toch uh, via die basketraining van, van een jeugdploeg dan eigenlijk mijn, mijn zinnen in het begin ook kunnen verzetten. Vanaf het begin zei Koen mij, uh, kijk, ik coach een ploeg en daar gaat niemand tussen komen. Want Coaching is nog de enige manier waarop ik met basket kan bezig zijn. Ik kan zelf niet meer spelen. En het plezier dat zij dan aan het spel beleven voor dat te kunnen doorgeven, dat is voor mij ook een grote voldoening eigenlijk. Ik denk dat dat zijn manier is van, van de overgang van spelen naar, naar coachen, van er toch mee bezig te blijven en misschien ook wat overcompenseren. Ja, ik weet niet. Ik ga altijd proberen me zo weinig mogelijk beperking op te leggen. Ik heb altijd over ons meer naartoe geweest. ben nooit thuis gebleven. Als de kleine ging voetballen, ging ik mee. Noods ging zwemmen, ik ging mee. Maar ik kon nooit actief meedoen. Maar ik ging overal ik ga mee. Gaan we naar een feest, ga ik mee. Ik zou wel een keer dansen, maar ik kan niet een hele avond dansen. Uh, ik ga dan optreden. Ik kan er enorm van genieten, van optredens. Maar ik ga niet in deze rij gaan staan. Ik ga niet, niet staan springen en uitbundig zijn... Ik kan er enorm van genieten dat ik, dat ik toch nog kan meegaan en dat ik erbij ben. Mijn eigen sociaal leven is, is heel wat verminderd. Ik ga nergens of ik ga naar niet veel plaatsen meer op bezoek. Een periode heeft hij nog, is hij nog mee geweest naar die feestjes, maar ja, dan zit hij op zijn stoel. Ik dan heel graag. En dan zit hij daar eigenlijk grotendeels alleen. Die confrontatie vermijdt hij een beetje. Maar dan mis ik hem wel als hij er niet bij is. Ja, dat wel. Vrijdagavond of weekend, dus de dagen dat ik dan niet aan baskettraining aan het geven ben, eigenlijk, ziet er eigenlijk vrij gewoon uit. Zoals iedere twintiger gaat wel eens met zijn vrienden op café of naar een fuif of zo. In cafés waar er weer rook hangt of in fuifzalen, daar hangt ook meestal echt wel zo'n walm. Daar heeft Koen echt wel last van zijn longen en dan, dan, moet hem, dan begint hem te hoesten. en hey, Dat is een beetje een irritant gevoel. En dan gaan we wel vaak vroeger door, omdat dat gewoon storend is. Maar in de meeste restaurants zijn nu ondertussen eigenlijk daar ook verbod en zo. Dus dat is eigenlijk geminimaliseerd. Mijn uitgaansleven of mijn sociaal leven qua vrienden of zo is eigenlijk niet verminderd in tegendeel eigenlijk. Uh, ik mis dat wel, ja. Ik mis dat wel dat ik geen, geen fysieke... inspanningen meer kan doen of, of geen hobby's, dat dan nodig is. Um... Ik kan moeilijk mijn hoofd zetten om een goed boek te lezen. Uh, want ik ben met andere dingen bezig. Ik, ik, ik zit hier thuis en ik, 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 ik zit te dubben over van alles en nog wat en ik kan dan echt mijn hoofd niet, uh, niet op een boek of op iets anders zetten. Dus dat zal nog een beetje zoeken worden wat dat dan moet worden. Ik wil zeker blijven werken. Zolang of dat, dat gaat, wil ik blijven werken. Want hier thuis zitten, dat is niks. Dat, dat, ik verveel mij hier steendood. En ik denk dan ook veel te veel na, over de negatieve kant dan van, van die ziekte. Uh, je wordt er constant mee geconfronteerd. Je zit in je zetel, je doet niks. Ik uh, kan niet in de tuin gaan werken. Ik kan, kan eigenlijk niks doen. Terwijl als ik aan het werk ben, dan voel ik me eigenlijk nog wel nuttig en kan ik mijn zinnen ook wel letterlijk op andere dingen zetten. En, oh nee, dat is wel vermoeiend. In de laatste tijd was dat heel erg vermoeiend om te gaan werken, maar het is wel plezanter om te gaan werken dan thuis te zijn. Ja. Ziekte in combinatie met mijn werk is eigenlijk geen probleem, omdat ik voorlopig voor, voornamelijk op een bureau zit. En uh, dus heel weinig inspanning moet leveren. En dat, is, dat vormt geen probleem om, om teven te welke taak dat ik nu kan krijgen uit te voeren eigenlijk. Dus dat is geen hindernis voor uh, mijn professionele loopbaan eigenlijk. Ik probeer niet bij te pakken te zetten, maar dat gaat ook niet alleen. Ik heb enorm veel steun, Arla. Ik heb ook een, een vriendin die me enorm begrijpt en die me, die, me, die me helpt als ik ergens naartoe ga. Want alleen kan ik ergens naartoe. En als we dan een uitstap doen, bijvoorbeeld, mag ik eens samen gaan winkelen? Zijn er weinig vriendinnen die mij begrijpen. En die mensen zoekt het toch op, de mensen die u steunen. En die verstaan van als ik één of twee straten winkel of een paar winkels doe, noem ik even stoppen, maar ga naar een taske koffie gaan drinken. Die dat begrijpen. En ja, dat is het moeilijkste. Voor die mensen te zoeken die u steunen en begrijpen. Ik denk, ik heb er eigenlijk nog nooit naar gevraagd, maar ik denk dat er voor, voor buitenstaanders soms moeilijk is om uh, dat te aanvaarden dat ik ziek ben. Uh, iemand die daar een inspanning voor doet, ja, die, die begrijpt wel dat het zeer ernstig is. Maar voor een gewone buitenstaander, en die geven ook wel rap commentaar zonder dat je het zelf hoort, uh, kan ik me voorstellen dat er wel eens gezegd wordt van, ja, is die eigenlijk wel ziek of is die, is die niet ziek? Ik heb het ja. nog nooit gehoord hoor, maar ik kan me dat wel voorstellen dat mensen dat, uh, dat denken of, of zeggen. In het begin dat ik ziek was, kon ik ook zoveel niet meer buiten. Was ik altijd op rela aangewezen als ik ergens naartoe wilde. Dan heb ik mij een brommer aangeschaft, zodat ik de kinderen naar hun trainingen kon voeren. De ene zwom, de andere voetbalde. Dus uh, Doordat het onregelmatige huur heeft, moest ik ze hun, moesten ze toch op een sport geraken. Dus daarvoor heb ik een brommer gekocht. Maar ook omdat ik iets. Ja, mijn vrijheid terug had, dat was een gevoel van vrijheid. Ik kon ergens naartoe. Maar mijn vriendinnen een keer het terrasje gaan doen, een keer een uitstapje maken, dat was voor mij mijn vrijheid. De vraag wordt meermaals gesteld met die pulmonale hypertensie. Zijn er geen problemen op seksueel vlak? Ik zeg zeker niet: er zijn geen problemen. Wel, kan het wel een beetje langer duren. Die pomp zit altijd in de weg. Waar bestaat dan wel een oplossing voor? Dat je de pomp een beetje opzij zet en een... Maar dat, is niet, dat is niet dat je moet ontstuimig doen, maar dat lukt nog altijd. En een keer een knuffel meer of minder, dat is dat heeft ons niet belet van minder intiem te zijn of vroeger. Misschien anders, of iemand anders, maar toch... Ja, er zijn goede momenten die Wim heeft en er zijn minder goede momenten. Dus dat, uh, dat, allee, daar hou je sowieso rekening mee. Hè. Onze, onze relatie is in, inderdaad veranderd. Het is zelf verbeterd. Wij hebben meer tijd voor elkaar. Wij zien het leven heel anders. Wij nemen de dagen zoals ze komen. Wij leven niet van dag tot dag, maar wij, wij leven anders. Wij, wij bekijken het leven anders. Wij nemen alles meer op het gemak en daar voel je aan dat de relatie verbetert. U spreekt meer met elkaar, u spreekt over die ziekte, u bekijkt het heel anders. Ik denk dat de ziekte voor ons als koppel betekent heeft dat we toch wel een heel stap dichter bij elkaar nog staan. Uh, we hebben altijd heel dicht bij elkaar gestaan, maar we moeten gewoon uh, proberen elkaar te begrijpen op momenten dat we het moeilijk hebben. Ik kan het ook moeilijk hebben met de situatie, dan is het uh, aan wem om er mij wat bovenop te halen, maar ook omgekeerd. Um. Ik ondervind niet veel lasten van Koen en ziekte ik, ik neem dat zoals dat komt en zoals zij, we hebben elkaar daarin gevonden denk ik. Iedereen heeft zijn problemen en pff, ja, ik ga me niet speciaal aanpassen voor hem en hij ook niet voor mij, denk ik. Ik dat altijd wel kleine toegevingen, maar ja. Iedere keer als ik een nieuw medicament krijg, uh, dan hoop ik zo wel van... Uh, misschien gaat het in deze keer wel genezend zijn, maar het is alleen vertragend of afstoppend. Het is, uh, tot nu toe bestaat er eigenlijk nog niks genezend. Behalve een transplantatie, maar uh, daar kijk ik niet echt naar uit, nee. De moment dat ik uh, voor het eerst wakker werd, uh, voelde ik een, een enorm verschil, enorm. Ik uh, had veel meer lucht en uh, een paar dagen na de transplantatie uh, belde ik een aantal personen op om te vertellen dat ik erdoor was en, en, en om te vertellen hoe blij dat ik wel was. En wat het eerste was dat die mensen mij vertellen van, uh, uh, Hendrik, Jouw stem klinkt heel anders dan vroeger. Het is niet meer dezelfde stem dan dat je had. Het klinkt veel voller, veel, veel vrolijker, veel beter. En dat was dan eigenlijk, buiten dat ik dat zelf dan ook al voelde, dat er iets anders, iets beter aan de hand was. Het was toch wel leuk dat ik dat hoorde van iemand anders. Uh, op persoonlijk vlak, ik mag niet voor iedereen spreken, uh, ben ik er enorm goed doorgekomen. Na 17 dagen. Uh, correctie, na, na 15 dagen liep ik al uren in de gang rond uh, van het ziekenhuis, dus dat had ik van zijn leven nooit gekund. Ik, ik liep al trappen op, ik, uh, ik ben beginnen terug te werken, uh, terug fulltime. Het is natuurlijk wel zittend werk, het is uh, bediende werk, maar oké, okay, ik ben terug beginnen te werken. Ik heb uh, mij niet afgesloten van de wereld en, en ik, ben gewoon verder, uh, mijn, mijn, ik heb gewoon de draad van mijn leven terug op, opgenomen. Maar ik spreek. Jawel, voor mezelf natuurlijk. Ik ben daar gewoon niet klaar voor. In mijn hoofd, om, om met een transplantatie bezig te zijn, Allee, dat heeft ook. Ik probeer daar zo normaal mogelijk mee om te gaan. En de omgeving daar zo weinig mogelijk last van laten hebben. Maar dat lukt niet. En dat is soms wel frustrerend, want je ziet dat dat niet lukt en je kan er niks aan doen. Voor de rest ja, ben je ziek, er is niets aan te doen. Die, die ziekte kan niet weg, die is daar. Um, en dat verandert ook wel een beetje het toekomstbeeld. Wij, wij denken niet meer jaren vooruit. Van, ah, binnen twee jaar gaan we dit plannen. Of we denken in eigenlijk relatief korte periodes. Van, misschien lukt het wel om volgende week iets te doen. Of, of binnen een maand, zoiets. Maar verder dan dat valt mij dat op dat we daar eigenlijk niet over spreken thuis. Heel uitzonderlijk niet maar Eigenlijk plannen maken voor de toekomst, dat is er gewoon niet. En dan maakt het soms wel wat vervelend. Maar ja, het is gewoon zo. Normaal gezien zou het naar de toekomst zo moeten zijn dat het uh, stabiel blijft. Dus dat er, uh, de kans dat het verslechtert is eigenlijk uh, klein. Er, er bestaat altijd een kans, maar daar, daarvoor is die studie ook nog niet ver genoeg ontwikkeld en uh, is het nog maar juist opgestart. Dus alle gevolgen op lange termijn zijn daar nog uh, minder bekend op eigenlijk. Maar uh, voorlopig, al, ik heb het nu toch al zes jaar, dat is toch al, al niet zo op korte termijnen meer. Heb ik uh, nog altijd hetzelfde gevoel dat er uh, niks is achteruit gegaan. Ook bij testen en onderzoeken en zo geven de resultaten nog altijd dezelfde waarde weer als in het begin eigenlijk dus dat is toch een vrij constante gedurende zes jaar al. Ik denk dat hij alles neemt hoe dat komt en dat hij eigenlijk ook totaal geen idee heeft van hoe dat kan evolueren die ziekte en alleen binnen veertig jaar. Ik weet ook niet waar dat dan binnen veertig jaar gaat staan. Het kan zijn dat hij daar alleen echt heel ziek van wordt en zo. Maar nu gaat alles goed en ik ga daar ook niet speciaal voor zeggen. Ah, nee, nu gaat het niet meer tussen ons hè, want uh, ja, binnen dertig jaar dan. Ik <laughs> denk dat er dromen voor de toekomst moeten zijn. Uh... Maar ze zijn wel beperkt, hoor. En ze zijn waarschijnlijk helemaal anders dan bij iemand die die ziekte niet heeft. Um, ze zijn vooral beperkt in tijd en ook in hoeveelheid. Ik, denk, ik zou wel blij zijn, maar er moesten nog een paar kleine dingen uitkomen, ja.